Robert, allereerst gefeliciteerd met je aanstellingen als hoofdtrainer. Ja, dankjewel. Je bent natuurlijk een trainer met uh, ja, al veel ervaring, maar wat voor type trainer ben je nou? Nou, ik weet niet of het uh, voelt alsof ik uh, nou heel veel ervaring heb. Nou, soms wel. Zeker als je ziet hoe het uh, gegaan is uh, uh, bij meerdere clubs. Um, het type trainer is, um, ja, ik ben gestructureerd, ik ben grondig. Um, ja, en ik sta open voor allerlei noviteiten. Maar bovenal wil ik vooral duidelijk zijn. En duidelijkheid scheppen naar, naar spelers. En, maar ook naar het omveld. Je hebt natuurlijk vorig jaar met de onder 21 gewerkt. Een aantal jongens ook van de onder 18 die ken je. Maakt dat voor jou ook wat makkelijker? Nou, kijk. Er is al een behoorlijke. Vorig afgelopen seizoen. Is er al een behoorlijke greep uit de jeugdopleiding gedaan. Uh, in mijn optiek soms zelfs uh, aan de vroege kant. Uh, wat ook zijn weerslag heeft gehad op de jeugdopleiding. Maar uh, ja, die jeugdopleiding is een, is een pijler waar heel veel clubs uh, uh, het van moeten hebben. Zo ook NAC. En dan is het wel prettig als je uh, met die jongens al gewerkt hebt. En, uh, en dat je weet ongeveer uh, wat er rondloopt. Dus dat is een uh, ja, voordeel. En wat voor beeld heb je nu van de groep hoe die er nu voor staat? Nou, uh, het, is een, het is een groep natuurlijk die, uh, die vorig jaar een beetje heb moeten, moeten vechten tegen nou ja, uh, ook een verwachtingspatroon. Spelers die uh, verkocht raakten. Uh, maar ik zie ook een hoop potentie uh, binnen de gelederen. Uh, maar ik denk ook dat er nog een hoop werk te doen is, uh, zowel uh, voor mij op het veld. ...als uh, uh, om te kijken, uh, samen met Erik uh, Hellemons, uh, wellicht ook uh, Ton Lokhoff, uh, om te kijken van uh, hoe kunnen we het, de selectie nog beter maken. Je had het even over het verwachtingspatroon. Is het voor nu nog te vroeg om al te spreken over ambities of durf je daar al iets over te zeggen? Nou, de verre gezichten wat mij betreft met zo'n grote club, die zijn, uh, ja, die zijn enorm. Uh, maar dan hebben we het wel over verre gezichten. Uh, ik denk wat het belangrijkste is, is dat we uh, het, uh, nou ja, het beleid voort moeten zetten om in ieder geval NAC DNA uh, terug te zien op het veld. En, uh, ik kan me nog goed herinneren in de, de wedstrijd die ik uh, coachte uh, tegen de graafschap, waarbij ik uh, de spelers voorhield van als je energie geeft, dan, uh, uh, dan zal het opgepakt worden door het publiek en dan, dan, dan stroomt de energie van de, uh, van de tribunes weer terug het veld op en daar zitten we op in. Er zijn ook uh, twee spelers die het NAC-DNA goed kennen. Twee oudspelers: uh, Ton Lokhoff en Rogier Molhoek. Uh, wat verwacht je van die samenwerking? Nou, uh, ook daarin uh, zijn de verwachtingen uh, hoog. Uh, ik heb natuurlijk met, uh, met Rogier, om daarmee te beginnen, gewerkt uh, in de jeugdopleiding. En uh, de spirit uh, die, uh, die Rogier uh, met zich meebrengt. Ja, dat, uh, dat gaat een hoop energie geven in, in de staf. En Ton, Ton is natuurlijk uh, uh, ja, Mr. Nak. En uh, die zal alles in het werk stellen om, uh, om uh, Nak verder te brengen dan waar het nu staat. Dus uh, ik ben erg, uh, erg benieuwd naar uh, de ervaring die je meebrengt. Uh, maar ook de dynamiek die je met zich meebrengt. Dus uh, ja, hartstikke leuk. En uh, we kunnen al bijna beginnen, is dat ook prettig? Heerlijk, ja, ja. Je ziet uh, op het moment als er sprake van is, uh, dan gaat er in mijn hoofd en, uh, en op papier uh, van alles uh, uh, aan de gang. En dan is het op een gegeven moment ook prettig dat je aan het werk kan. Dus voor nu is het nog even anderhalf week volhouden en alle zaken uitwerken en dan uh, lekker het veld op. Precies. Nogmaals, van harte gefeliciteerd. Dankjewel.